Hier loopt hij dan, de Vierse breuklijn. Het is, loopt door, daar door het dorpje Hinsbeck. Hier zie je dat die glooiing in het landschap zit. En hier schuift zeg maar een aardkorstplaat in subductie. Schuift die onder die andere aardkorstplaat door. En hier is een epicentrum geweest in 1532. Zware aardbeving, behoorlijke schade in de stad Venlo veroorzaakt heeft. In het aangrenzende Nederland hier. Toen was het nog het hertogdom van Gelre. In de middeleeuwen, 1532. En dat is hier deze boosdoener geweest. Hier heeft het epicentrum gelegen van die beving van 1532. Hier ongeveer. Onder beneden daar. Hier moet ergens die schokgolven hebben zich door de aardkorst verspreid. Ook enige schade natuurlijk in de Duitse stad Vierze en in het dorpje Hinsberg en in het stadje Kaldekirchen. Wat meer naar die kant toe ligt, naar die richting waar ik nou naartoe ga. Het is eigenlijk niet voor te stellen dat het een paar honderd jaar geleden hier flink geschud heeft. In een beving die tussen de 5 en de 7 op de schaal van Richter gelegen heeft. Ja, en toen bouwden ze natuurlijk ook nog niet zo stevig. Vandaar dat er ook natuurlijk behoorlijke schade is ontstaan. Maar dat laat wel zien dat de aarde hier ook geologisch actief is. En dat wij in West-Europa niet moeten denken dat we hier veilig zijn. Want op elk moment kan het weer schudden hier. Dus, maar het is natuurlijk landschappelijk gezien hier ook heel erg mooi. Het is prachtig hier.